Want snip snap niet wat snap snap. En snap snap niet wat snip snap. Als snip snap snapt en snap snap snip. Verdwijnt het snip en snap begrip. Maar snap snap niet wat snip snap. En snip snap niet wat snap snap. Als snap snip snap en snip snap snap. Doen snip en snap geen klap. Voila! Weer, hè? Een mooie dag, ja, om er toch even uit te gaan. Even de benen strekken. We hebben een gebied gekozen waar we maar weinig mensen denken tegen te komen. Ja, en het is vlakbij huis ook nog bij ons. En een cache waar in ieder geval de laatste week niemand is bij geweest. Nee. Dus, en we hebben... Angel. We hebben de andere camera er vandaag niet bij ons. Dus nee. We moeten het even met de telefoon doen. Dus we hopen dat we niet vergeten om te filmen. En anders plukken we er wat... Wat foto's tussen, toch? Foto's. Ja, foto's maken doe je altijd, dus dat betreft. Ja, die hebben we wel. Ja. Maar ja, stom. We zijn gewoon de filmcamera vergeten. Dus nee. Ja, een beetje dom, hè? Wij gaan aan de wandel. Ja. Doei. Doei. Vandaag niet, dus morgen wel. Gevonden. Yes. Oh ja, oh, gelukkig hebben we niet voor niks 40 kilometer gelopen. 14 kilometer. Oh, waar is dat? Kijk, dat lijkt er meer op. Nou, jouw dier. Heel leuk. Even een foto. Altijd foto's nemen. Aha. Oh, gelukkig hé. Stel je voor dat we deze niet gevonden zouden hebben. Een flinke. Kijk, in het begin stonden we net voor een hek. Daar ook. Ik ga proberen in te zoomen. En dan konden we dus niet door. En dan moesten we er helemaal omheen. En dat was best ver. Zo hé. Er zit best veel in. Zit er veel in. Als je nou dorst hebt, hè? Hé, een trefbuk. Dat is een trefbuk. Dit is een gave. Ja, die gaat wel mee, toch? Ja. Er zit er nog eentje in. Neem je die ook mee? Een engeltje. Maar volgens de listing stond er maar één trefbuk in, dus die zit hier ook een code op. Die. Oh. Hier zit geen code op. Nee, dat bedoel ik. Ach, kijk nou. Hendrik Jan de Tuinman. Een gummetje. Oh. Poppetje. Hey, hebben wij wel wat meegenomen om erin te doen? Ja, wat dacht jij dan? Onze nieuwe kaartjes. Ja. Een Woody. En ik heb natuurlijk poppetjes bij me. Dan gaan we niet alle twee erin gooien. Oh nee. Ja. Nou, omdat het zo'n tocht was. Onze tas zo. Zak met swag. Nou. Ik vergeet dat die tas zo zwaar is. Dus even zien hoor, wat doen we erin? Een smurf? Een smurf. Vind ik wel leuk. En we nemen alleen de trefferbuk mee? Ja, ja, ja. Het engeltje of zo is het, hè? Even een foto maken van de trefferbuk dat hij meegaat. Hm? Wat gaat er nog meer in? Nou, we hebben nog, wat zullen we doen? Woody of een poppetje? Ja, dat is jouw feestje.
Al doe ik het alle twee, weet je, omdat het gewoon... Ja? Omdat het hek dicht zat. Omdat het hek dicht zat. Nou, oké. Okay. Doe ik alle twee erin. Engeltje. Kijk. Zullen we een fotootje maken, dan we meenemen? Hij komt uit Duitsland, zo te zien. Duitsland. Duitsland. Oh nee, dat hoeft niet. Hij wil zoveel mogelijk miles maken als mogelijk. Nou, en dit is ook een leuke, hè? Ja, maar als er geen code aan zit. Nee, het staat wel op Travelbug. Travelbug, ja. Misschien zit er wat in. Goed? Nee, dat denk ik niet. Ja, stinkzooi. Snaps. Snaps. Wat ze overal zitten ruiken. Nee. Het was hem. Ik ben blij dat we hem gevonden hebben. Het was maar een tocht. Ik ben kapot. Ik voel mijn knieën, mijn heupen. Ik voel alles. Gewoon een dagje ouder, denk ik. Nou. Maar we hebben hem. We hebben niet heel veel gefilmd. Wel wat foto's, nee. Die ze gewoon maar ertussen gooien. Ja. En dat toch nog even een leuk rondje. Ja, toch? Volgende keer een langer filmpje. Maar wij snakken nu naar een bakje koffie. En er is een Travelbug gevonden die bijna een jaar kwijt was. Proberen te loggen, dat lukt nog niet. Dat gaan we nog even proberen. Ja. Wij zijn zelf ook wel een aantal Travelbugs kwijt. Heb jij hem gevonden? Niet zo eng, joh. Oh. Dus ik dacht. Maar het zou ik ook wel heel leuk vinden als die weer gevonden zou worden. Ja, vooral die van die we eigenlijk hadden gemaakt voor Rogier. Ja, we hadden een Travelbug die zouden we naar Rogier versturen. En een Travelbug die zouden we naar Joshua, de geocaching vlogger, sturen. Die van Joshua ligt nog ergens in Florida, ergens in de cache, al een paar maanden. Ja. Nadat een gast hem ruim een half jaar in zijn bezit had. En die van Rogier is al een tijd pleiten. Ja, die van Rogier is echt vermist. En die van Joshua, die hebben die gast wel gemaild of hij hem alsjeblieft wil droppen. Heeft hij gedaan? Maar, ja, zegt heeft hij gedaan. Oh, dat heeft hij gedaan. Hij heeft hem gedropt, alleen nou ligt hij al een tijd lang twee van drie. Hmm. Die hij meegenomen had. Ze liggen nog steeds in diezelfde cache. Zit er maar één ding op. Dus allemaal naar Florida onze Travelbug ophalen. Ja, zou leuk zijn. Wij gaan aan de koffie. Lekker. Houdoe. Doei.